De eerste vraag die vandaag geagendeerd is, is een vraag vanuitig van collega Jelle Engelbos over het afsteken van feestvuurwerk en de gevolgen voor huis- en landbouwdieren. En daaraan gekoppeld ook de vraag van mevrouw Gwelien de Vroeg over de gevolgen van vuurwerk voor huisdieren. Dus collega Engelbos, aan u graag eerst het woord. Dank u, voorzitter. Collega's, meneer de minister. Afgelopen nieuwjaar doken er in de pers weer heel wat berichten op over de gevolgen van het vuurwerkgebruik. Waar heel wat mensen al feestend de nacht in gingen, waren er bijna evenveel dierenliefhebbers die ergens in een stal of op een veld hun dieren probeerden te kalmeren tegen de aanhoudende feestknallen. Ook is het voor sommige mensen moeilijk om een huisdier, een hond, in de meeste gevallen gerust te stellen. En ik kan u zeggen, voor deze mensen is nieuwjaar niet zo'n leuke periode geweest. En de tol leek dit jaar hoger dan andere jaren. Er waren een aantal overleden landbouwdieren die zich een hartaderbreuk hebben verschrokken. Er waren doodgeboortes en traditioneel waren er helaas ook weer heel wat in paniek weggelopen honden. Nu, vuurwerkgebruik, dat wordt lokaal geregeld in het politiereglement. En heel wat gemeentes hebben ook zo'n reglement. De vraag hierbij is natuurlijk hoeveel inwoners effectief op de hoogte zijn van de geldende reglementeringen in hun gemeente. En ten tweede, hoeveel controles dat er zijn op het naleven ervan. Nu, een totaalverbod op vuurwerk is niet aan de orde. Maar we kunnen er toch ook niet omheen dat het particulier vuurwerkgebruik aan een steile opmars bezig is en de maatschappelijke kritiek ook steeds luider klinkt. En daarom had ik graag, meneer de minister, van u geweten welke stappen u eventueel kan ondernemen om de negatieve gevolgen in de toekomst te beperken en of het eventueel mogelijk is om naar een overkoepelende Vlaamse regelgeving te gaan. Dank u. Collega De Vroeg. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. De collega heeft de problematiek al goed geschetst. Rond de jaarwisseling is het inderdaad traditioneel dat er heel wat vuurwerk wordt afgeschoten. Met als gevolg inderdaad dat er heel wat onrust is bij de dieren. Het komt er dus op aan om het beleid af te stemmen op het aspect dierenwelzijn en ook op het aspect van vuurwerk. Deze beide moeten dus met andere woorden zo goed mogelijk met elkaar verzoend worden. Vandaar had ik graag aansluitend volgende vragen aan de minister gesteld. Hoe schat u de invloed van vuurwerk op het welzijn van dieren in? Beschikt de minister over cijfer en andere gegevens die het probleem van de gevolgen van vuurwerk op dieren in kaart brengen? Zo nee, zal hij hierover waken, een onderzoek opstarten met het oog op het voeren van een aangepast vuurwerkbeleid dat rekening houdt met het welzijn van dieren die er het meest gevoelig voor zijn? Welke preventieve maatregelen zal u nemen, meneer de minister, op korte termijn om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te verzekeren bij het afsteken van vuurwerk? En als laatste vraag, zal u, meneer de minister, bij de lokale besturen aandringen om voor deze problematiek aandacht te hebben bij het afleveren van vergunningen voor het afsteken van vuurwerk? Tot daar mijn vragen. Zijn er collega's die zich wensen aansluiten? Collega Sanctorum. Ja, ik sluit mij graag aan. Gelukkig hebben we in België of in Vlaanderen niet zo'n vuurwerkcultuur als in Nederland, want daar moet het echt een hel zijn voor heel wat dieren. Tijdens de nacht van oud op nieuw knalt het in gans Nederland continu door. In België of in Vlaanderen is dat natuurlijk niet het geval, maar dat neemt niet weg dat ongetwijfeld, ja, inderdaad, vuurwerk voor heel wat dierenleed zorgt. Nu, het is natuurlijk niet zo'n gemakkelijk probleem, hè? Want u zegt van ja, een algemeen verbod is niet aan de orde. Collega De Vroeg zegt van ja, we moeten rekening houden met de meest gevoelige dieren. Maar ja, wat betekent dat dan in de praktijk? Waar ik mij persoonlijk vragen bij stel, is zeker het gebruik van vuurwerk in woonwijken. Er zijn heel wat particulieren die dan toch eens een toch gebruik maken van vuurwerk, ja. Allee, ik kan mij voorstellen dat die mensen zich daar plezier aan beleven, maar de negatieve impact zal groter zijn dan het plezier dat wordt gegenereerd. Natuurlijk, wat te doen met vuurwerk dat georganiseerd wordt door bijvoorbeeld steden, hè, dat is nog een andere paar mouwen, denk ik. Dus ik kijk uit naar het antwoord van de minister. Minister, graag aan u het woord. Ja, dank u wel. Wel, het is natuurlijk onmiskenbaar zo dat afsteken van vuurwerk niet alleen gevaarlijk kan zijn voor mensen, maar ook voor dieren. Ik denk dat dat ondertussen wel genoegzaam bekend is. Daarom vond ik het ook belangrijk om trachten een duit in een zakje te doen met betrekking tot de sensibilisering. Ik heb ook voor
de eindejaarsdagen, of in dat kader, uitdrukkelijk daaromtrent gecommuniceerd met de bedoeling van, ja, je mag feesten als de beesten, maar ook misschien even rekening met de beesten. En vooral ook om mensen enerzijds stil te doen staan bij de neveneffecten van het afsturen, van het afschieten van vuurwerk, maar ook om eigenaars te sensibiliseren. En om enkele tips mee te geven, waardoor dat ze toch maximaal ervoor kunnen zorgen dat dierenleed wordt verhinderd. Want ook dat is natuurlijk wel een element waarvoor ik aandacht wil vragen. Namelijk dat eigenaars zelf ook wel maatregelen kunnen treffen. Ik heb concrete tips opgelijst en dat ook op televisie kunnen brengen. Maar het blijft natuurlijk een bevoegdheid openbare orde. En waardoor dat dus de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de verbodsbepalingen in zaken vuurwerk. Ik heb voor 14 had ik een communicatie gedaan. Ik plan voor 15 toch nog wel een ruimere sensibiliseringsactie naar de gemeente toe. Om hen toch ook te wijzen op het gegeven dat er wel wat misschien oplossingen of tussenoplossingen mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld tracht op één centrale plaats vuurwerk te laten doorgaan of zelf te organiseren en privaat vuurwerk te verbieden of tot een minimum te beperken, want het blijft natuurlijk pijnlijk dat, dat dieren sterven vanwege een zeer vluchtig pleziertje van mensen of alleszins van sommige mensen. Het wetenschappelijk onderzoek daaromtrent is betrekkelijk eenduidig. Ik denk ook niet dat het nodig is om daar nog verder wetenschappelijk onderzoek rond te gaan organiseren. Het is wetenschappelijk bewezen dat de luide knallen en die lichtflitsen, dat die ervoor zorgen dat, dat die beangstigend zijn voor vele dieren, zowel huisdieren als wilde dieren. En aangezien dieren die gevoelig zijn aan vuurwerk, de periode van het vuurwerk en soms ook nog een periode daarna, want het is natuurlijk niet beperkt tot één dag, maar om de een of andere reden wordt zowel daags voordien of de dagen voordien als de dagen daarna nog wel wat vuurwerk afgestoken. En waardoor dan natuurlijk heel wat dieren in een staat van angst, van paniek worden gebracht. En is hun welzijn gedurende die periode in significante mate geschaad. Ik heb er geen officiële cijfers over. Betreft enkel meldingen. Moet ook een kleine kanttekening maken in die zin dat een rechtstreeks causaal verband ook niet altijd duidelijk is. Hè. Het is op basis van ondervindingen van mensen en meldingen van mensen. Ik heb er zo verschillende gekregen. Vooral over paarden. Die overleden zijn in de bewuste nacht, in de overgang van oud naar nieuw. Ik wil daarom dus ijveren voor een doordachter gebruik van vuurwerk. Ik plan daarvoor die initiatieven om te trachten naar de gemeente toe en via die weg naar een breder publiek toe meer te gaan sensibiliseren. En dus ook wel anderzijds blijven benadrukken om tips aan te reiken aan de eigenaars van dieren. Om ervoor te zorgen dat wanneer toch het vuurwerk wordt afgeschoten, wat tot op heden nog altijd het geval zijn, dat ze maximaal maatregelen treffen om het leed te beperken. Collega's die mensen trepikeren. Ja, ik dank u, minister. Ik dank u, meneer minister, voor uw antwoord. Nu, het is zeer positief dat die sensibilisering die er vandaag al is nog zal worden uitgebreid in 2015. En het lijkt mij ook zeer nuttig dat die inderdaad twee richtingen uitgaat. Hè. Dus enerzijds de mensen die het vuurwerk gebruiken en anderzijds mensen die dieren hebben die vandaag toch ook niet altijd weten van hoe moet ik nu met mijn dier omgaan? Wat is het best? Zet ik het in een stal? Zet ik het in een wei? Wat moet ik ermee doen? Dat we daar de nodige adviezen kunnen geven aan die mensen. Nu, belangrijk daarbij is ook als die steden dan inderdaad een reglement hebben of geïnformeerd zijn of een bepaald reglement hebben waarin ze zeggen van kijk, het is beperkt in duurtijd of het mag alleen op die dagen of niet in de buurt van woonwijken of in de buurt van weides, dan moet er natuurlijk ook vanuit het stedelijk niveau gecommuniceerd worden naar de inwoners, want anders is het ook een maat voor niks geweest. Daar is een verantwoordelijk, denk ik, voor allen van ons hier. We zijn ook allemaal zeer lokaal actief, dat wij onze eigen lokale mensen ook aansporen om binnen de gemeenteraad het nodige te doen, dat dat gecommuniceerd wordt in de lokale huis-aan-huisbladen en zo. Dank u. Collega De Vroeg? Ja, ik
kan eigenlijk de mening van collega Engelbos onderschrijven. Ik denk dat het een goede zaak is inderdaad dat de sensibiliseringsactie naar 2015 zal worden uitgebreid. En ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is om bij de lokale besturen ook aan te dringen om te communiceren naar hun inwoners toe, zodanig dat iedereen, zowel gemeente als inwoners, goed op de hoogte zijn welke maatregelen zij kunnen nemen om hun dieren zo goed mogelijk te beschermen. Ik hoor collega's, collega Zakdorm. Ja, misschien een concrete tip. Er wordt gepleit voor meer sensibilisering ook rond wat dan de geldende regels zijn binnen een gemeente of binnen een stad. Maar het probleem, net denk ik ook, is dat het erg divers is. Hè. Elke stad of elke gemeente heeft een eigen reglement, zoals u zelf stelt. En ik denk dat voor veel burgers, omwille daarvan het ook onduidelijk is wat nu de geldende regels zijn. Dus zou het geen idee zijn om te proberen alle steden en gemeenten op één lijn op dat vlak te krijgen? Enfin, misschien dat u daar rond een initiatief kan nemen? Wens u te reageren, minister? Wens u nog te reageren op de vraag? Dan denk ik bij deze dat de vraag... Wat ik denk dat elke punten aan bod zijn geweest, dus ik bij deze denk ik dat de vraag dan ook aan behandeld kan aanzien worden. En kunnen wij overgaan naar de volgende vraag, vraag om uitleg van collega De Vroeg, omtrent het uitoverbeleid ten aanzien van Nertse kwekerijen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, naar aanleiding van het nieuws dat in Wallonië nertskwekerijen binnenkort zullen worden verboden, heeft u ook uw ambitie herhaald dat Vlaanderen geen nieuwe kwekerijen meer zal toelaten. Dat bleek immers uit een artikel dat op 5 januari verscheen op de redactie.be. In tegenstelling tot Wallonië, waar er nog geen nertskwekerijen momenteel zijn, zijn er in Vlaanderen een 20-tal nertskwekerijen momenteel, wat bijgevolg toch wel het iets anders maakt om dit te gaan verwezenlijken in Vlaanderen dan in Wallonië. Het uitdoofscenario, meneer de minister, is trouwens ook niet opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Ik heb u destijds ook al een schriftelijke vraag over deze materie gesteld. En u stelde toen dat er nog geen exacte timing voor de inwerkingtreding van het uitdovingsbeleid gekend is. Ook de precieze modaliteiten over wat er met uitbreiding van bestaande bedrijven wordt bedoeld, moest nog worden onderzocht, net als modaliteiten rond de oprichting van nieuwe bedrijven. Meer bepaald of de overname van een bestaand bedrijf ook nog onder de term nieuw bedrijf valt of niet. Idendito voor de gevolgen voor de vernieuwing van de uitbatingsmilieuvergunningen voor pelsdierhouderijen. Recent heeft u inderdaad, meneer de minister, via de media al meermaals aangekondigd dat u voor een uitdoofbeleid zal gaan. En uiteraard zaait dit toch wel voor onrust en onzekerheid bij de bestaande nertsenkwekerijen. Onafgezien van het politiek-ethisch aspect van de problematiek speelt in hoofden van de nertsenkwekers bijvoorbeeld de zorg over de leefbaarheid en het waardeverlies van hun bedrijf. Het is dus cruciaal belang dat een politieke beslissing, welke deze ook wezen, goed omkaderd wordt zodat de bestaande nertsenkwekerijen op een financieel correcte manier worden behandeld, bijvoorbeeld op vlak van schadeloosstellingen. Ik had graag, meneer de minister, graag een antwoord ontvangen op volgende vragen. Heeft de minister binnen de Vlaamse regering al een akkoord van alle coalitiepartners om een uitdoofscenario voor nertsenkwekerijen in te voeren? Wanneer zal de minister duidelijkheid scheppen over de inwerkingtreding van het uitdoofscenario en de concrete uitvoeringsmodaliteiten ervan? Zal u, meneer de minister, een correct omkaderingsbeleid, inclusief eventuele schadevergoedingen, verzekeren voor de bestaande nertskwekerijen? En welk budget tot slot acht u, meneer de minister, hiervoor nodig en zal hier dan ook voor voorzien worden? Zijn er collega's zich wensen aan te sluiten? Collega Engelbos. Ja, collega De Vroeg, het uitdoofscenario is dan misschien niet expliciet opgenomen in het regeerakkoord, maar in de goedgekeurde beleidsnota staat dit wel zeker genoteerd. En ik lees even voor. Omwille van de negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn van dit type houderij wordt een uitdovingsbeleid gevoerd waarbij uitbreiding van bestaande bedrijven en oprichting van nieuwe pelsdierhouderijen niet langer wordt toegestaan.
Dus ik denk dat dat vrij duidelijk is. Dus ik ga je ook geen betoog meer houden over de noodzaak van de maatregel. Die beslissing is genomen. En ik denk dat de weg van het uithofbeleid ook de meest rationele oplossing is. Dit geeft de kwekers ook de kans om zich voor te bereiden op een sluiting. Die mensen hebben inderdaad ook investeringen gedaan in hun bedrijf en hebben ook kredieten lopen. Dus zij kunnen zich voorbereiden. Nu, ik ben het wel eens met collega De Vroet dat er snel duidelijkheid moet komen over de timing die daarop wordt vooropgesteld. En een belangrijke vraag die ik hierbij heb, is hoe het dan in elkaar zou zitten indien een kweker zijn bedrijf overlaat. Merci. Ik zie natuurlijk ook uit naar het antwoord van de minister op de terechte vraag van mevrouw De Vroet. Diezelfde vragen zijn inderdaad ook in de bespreking van de beleidsnota hier gesteld, zonder daar echt een duidelijk of voldoende antwoord op te krijgen. Nu, collega Engelbos, u zegt de goedgekeurde beleidsnota van de minister. Ik meen toch in het parlement de zaken wat te volgen. En ik heb geen weet van een goedkeuring van de beleidsnota op het niveau van het hoogste politieke orgaan zijnde het parlement. Maar ik heb wel weet van de goedkeuring van een motie aangaande de beleidsnota dierenwelzijn, waar duidelijk, en dat is wel in het parlement goedgekeurd, denk ik, waar in het derde punt staat, zich in zaken regelgeving rond dierenwelzijn voor nutsdieren te aligneren op de Europese wetgeving om een level playing field te garanderen. Dus is mijn vraag hoe dat de minister zijn beleid zal allokeren op deze door het parlement toch besliste motie. Collega Sanctorum. Ja, collega's, ik vind dat er een beetje toch een eigenaardige interpretatie bestaat rond beleidsnotas. Wat voor zin heeft het nu eigenlijk om beleidsnotas in te dienen vanuit de minister of een beleidsnota te bespreken in het parlement als die beleidsnota eigenlijk in vraag wordt gesteld door 2/3 van de coalitiepartners? Het feit dat collega De Vroe van Open VLD haar eerste vraag is van, ja, is er een akkoord binnen de coalitie? Ja, ik neem aan, als het in de beleidsnota staat, dat er een akkoord bestaat. Met wat zijn we anders bezig? Met wat zijn jullie anders bezig? En het feit, wat lief? De regering, ja. Dus u twijfelt eraan dat de regering achter de beleidsnota staat van een van haar ministers. Dat is uw vraag. Hè? Zeer merkwaardig. En dan natuurlijk, ja, de opmerking die ook vanuit CD&V wordt gemaakt, ze verbaast mij natuurlijk niet, maar ik vind het wel redelijk deelwaaiaal ten aanzien van de coalitiepartner. Maar goed, dat is jullie interne keuken. Ik neem aan dat wat in de beleidsnota staat, daadwerkelijk ook zal uitgevoerd worden de komende 5 jaar. Anders, nogmaals, vraag ik mij af met wat we dan bezig zijn in dit parlement of vanuit de regering. Misschien meer inhoudelijk, ja, wat het uithofbeleid betreft, de term uithofbeleid is op zich eigenlijk al een beetje misleidend, want het is natuurlijk niet echt een uithofbeleid. Er zullen geen... dat staat toch in de beleidsnota. Er zullen geen nieuwe kwekerijen worden toegestaan, geen uitbreidingen. De vraag is inderdaad wat met eventuele overnames. Maar de bestaande kwekerijen, de 17 nertskwekerijen, nertshouderijen, ja, daarvoor bestaat geen bijkomende regelgeving. Dus betekent dat de facto dat het eigenlijk geen uithofbeleid is. Het gaat alleen over een moratorium, zeg maar, op nieuwe pelsdierhouderijen. Nu, in die zin vind ik natuurlijk spijtig dat mijn motie in de plenaire zitting niet werd goedgekeurd, maar ik zal in elk geval ook nog een decretaal initiatief nemen die dan gaat over de ganse sectoren van pelsdierhouderij, dus ook de bestaande kwekerijen. Een meer concrete vraag, meneer de minister, is natuurlijk de timing. En in die zin sluit ik mij wel aan bij de collega's. Welke timing voorziet u om hetgeen wat in uw beleidsnota staat, om dat ook daadwerkelijk op de regering en naar het parlement te brengen? Nog collega's die zich wensen aan te sluiten? Collega Seysses. Niet over de inhoud, maar ik wil meneer Sanctorum er toch even op wijzen dat het minder dan 24 uur geleden is dat de meer collega De Vroe verweet dat ze niet kritisch genoeg was omdat ze binnen de meerderheid zat. En ze stelt hier nu een vraag die wat kritisch is en nu is het ook weer niet goed. Ik zou een keer willen weten wat jij eigenlijk graag hebt van mevrouw De Vroe. Laat ons dat voor na de vergadering verder te bespreken wat collega Sanctorum van mevrouw De Vroe wil.
Maar zijn er nog collega's die inhoudelijk wensen aan te sluiten? Dan zou ik graag het woord aan de minister geven voor zijn antwoord. Wel kort, u weet dat het uitdoofscenario is opgenomen, vervat in mijn beleidsnota. Beleidsnota zoals besproken in deze commissie, zoals voorafgaand uitvoerig besproken in de schoot van de Vlaamse regering. Wat de vragen naar de timing betreft, ik heb daaromtrent samengezeten met de administratie en bekeken welk tijdspad dat realistisch haalbaar is ter zake, om ook tegemoet te komen van zijn spreken aan het nodige overleg. Daar focus op medio 2016, zodoende dat we ruimschoots ook de tijd kunnen geven om de nodige initiatieven uit te werken en ter zake te kunnen overleggen met de stakeholders. Ik kan wel zeggen in concreto, ja, aangezien het gaat wel effectief om een uitdoofscenario, dat er op termijn, dat is een uitdoofscenario, dat er op termijn geen nertskwekerijen niet meer actief zijn in Vlaanderen. En dat blijft de doelstelling. Collega's? Collega Terbo? Ja. Dus ik wil de minister danken voor zijn kort antwoord, maar ik heb toch nog wel niet echt een antwoord gekregen op mijn vraag van het omkaderingsbeleid en de schadevergoedingen die dat daar eventueel bij hangen. Ik denk toch dat mijn inleiding heel duidelijk was. Het gaat, volgens hoe dat ik het interpreteer, veel verder dan een moratorium, collega Sanctorum. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de bestaande Nertse kwekerijen toch duidelijkheid hebben en dat zij zeer goed weten waar ze staan. Want er is heel veel onzekerheid bij hen. Het is ook heel duidelijk dat hier onder de parlementsleden niet duidelijk is wat dat er nu precies staat te gebeuren. Dus dat was ook de reden van mijn vraag. Ik wil daar duidelijkheid over hebben. Want je hoort inderdaad, iedereen heeft er zijn interpretatie van en ik vond dat dat niet voldoende uitgediept geweest is bij de bespreking van de beleidsbrief. Dus mijn vraag opnieuw, meneer de minister, kan je ons daar duidelijkheid over geven? Ik denk dat ik het correct heb geïnterpreteerd, dat het effectieve bedoeling is om naar nul Nertske kwekerijen te gaan, maar ik denk dat het belangrijk is om een zeer goed omkadering te hebben voor die bedrijven, om echt te zeggen waar het nu staat. Want ik word gecontacteerd en ik denk ook de collega-parlementsleden door die bedrijven. En ik denk dat het tijd is dat u zeer duidelijke taal spreekt wat dit betreft, zodanig dat wij allemaal weten waar we staan en waar u definitief naartoe wil gaan. Collega Engelbos. Ja, eerst en vooral collega De Schie, dat klopt wat u zegt. Het wordt niet goedgekeurd door het parlement, maar de laatste keer dat ik dat gecheckt heb, zaten wij samen nog in deze meerderheid. En ik veronderstel dat dat op regeringsniveau wel allemaal doorgesproken was, elke beleidsnota trouwens. Collega Santorum, u zegt van een uitdoofbeleid, ja, dat is eigenlijk vis nog vlees. Maar in de motie die u heeft neergelegd na de bespreking van de beleidsnota, spreekt u ook over dat uitdoofbeleid. Dus daar bent u het dus wel eens dat het uitdoofbeleid iets goed gaat. Goed. Nu, concreter, mijn inziens is het of een uitdoofbeleid of een vergoeding. Als wij die kwekers ook allemaal nog volledig moeten gaan vergoeden na het uitdoofbeleid, ja, dan zijn we dus dubbel werk aan het doen en dan hoeven we eigenlijk niet van een uitdoofbeleid te spreken en dan kunnen we vanaf, volgens mij morgen de zaken sluiten. Dus ik denk dat dat uitdoofbeleid wel de goede keuze is. De mensen, ik heb het er straks ook al gezegd, hebben nog de kans om hun bedrijf stilaan stop te zetten en de lopende investeringen nog af te betalen. Bovendien wil ik er toch op wijzen, dat bedrijf wordt niet waardeloos. Hè? Die gebouwen staan er nog, dat kan nog verder verkocht worden, daar kan ik zeg maar eens een kippenkweker in komen, dat kan als boerderij verkocht worden. Dus er zijn toch nog wel mogelijkheden voor die bedrijven. En in die zin blijf ik er toch wel achter staan dat we naar dat uitdoofbeleid moeten gaan. Zij kunnen zich daar duidelijk op voorbereiden. Collega Svens, tussenkomen, collega Doshi. Heel kort, ik herhaal mijn vraag, die eigenlijk niet mijn vraag is, maar die een vraag is van het Vlaams parlement, of toch van de ruime meerderheid in het Vlaams parlement, namelijk het punt 3 van de motie omtrent de dierenwelzijn, namelijk hoe dat de minister zijn beleid
ziet te aligneren met punt 3, zich inschakelen in zaken de regelgeving rond dierenwelzijn voor nutsdieren, te aligneren op de Europese wetgeving om een level playing field te garanderen. Dus hoe zult gij dit met elkaar verzoenen? 1. Of 2. Vindt u dat niet belangrijk? Is het parlement in deze onbevoegd? En is hetgeen wat daar gezegd wordt voor u niet aan de orde? Ja, dingen. Ik heb duidelijk de finaliteit duidelijk geschetst. Ik heb de timing duidelijk geschetst. En wat de uitwerking concreet op betreft, en dus de weg daarnaartoe, laat ik wel wat ruimte om te overleggen. Tegenovergestelde zou op veel meer kritiek kunnen rekenen, zou ik denken. En dus daaromtrent is inderdaad in de schoot van de Vlaamse regering een uitvoerige bespreking heeft er omtrent plaatsgevonden over sommige beleidsnota's, over deze beleidsnota in concreto heel duidelijk en heel concreet. Vooraleer dat we met deze beleidsnota naar deze commissie gegaan zijn. Dus ik denk dat we daaromtrent een vergelijk hebben. En dat we die doelstellingen zoals vooropgesteld in de beleidsnota zullen, zullen uitrollen en zullen realiseren. Een slotopmerking aan de vraagstellers. Ja, ik zou gewoon aan de minister willen zeggen dat ik dit dossier heel kort zal opvolgen, aangezien dat men niet mag vergeten dat dit gaat over mensen die bedrijven hebben opgestart, die dat daar met hart en ziel aan gewerkt hebben en die nu in onzekerheid leven. Dus ik zou gewoon voor die families en die hun kinderen, et cetera, graag hebben dat u, meneer de minister, dit dossier goed aanpakt, duidelijk omkadert en ik hoop dat we hier op korte termijn kunnen op terugkomen. Dank u wel. Denk ik bij deze ook deze vraag als behandeld kunnen aanschouwen en dat alle vragen omtrent dierenwelzijn voor vandaag gesteld zijn. Ik wil de minister ook bedanken voor zijn aanwezigheid. Collega's, ik stel voor dat wij ineens verder gaan met de agenda. En deze in zaken energie. Zijn er ook drie vragen in gekoppelde vraag geagendeerd? Collega Sintobin is nog niet aanwezig. Mag ik dan voorstellen, collega Danen, dat u eerst de vraag misschien stelt en dat, ja, en dat navraag gedaan wordt waar collega Sintobin, het zou kunnen dat hij in een andere commissie zit. Maar dus gaan we eerst met de laatste vraag starten. Zijn de vraag van collega Johan Danen omtrent de Vlaamse energielening. Collega Danen, graag aan u het woord. Ja, inderdaad. Bij het formuleren van de vraag vorige week was ik me er niet of onvoldoende bewust van dat dat vandaag zo actueel zou zijn, want de laatste dagen is er veel van gecommuniceerd. Op zich kan ik het natuurlijk toejuichen, maar ik heb toch, of mijn vragen blijven toch wel gestand. Nu, ja, ik ga mijn vraag niet helemaal volledig voorlezen, want het is nogal technisch soms en er komen nogal wat gemeenten voor, dus ik denk wel dat het voldoende duidelijk is. Maar waarover gaat het? Dus de Vlaamse regering heeft 15 miljoen euro klaarliggen om dit jaar in totaal 3500 leningen te verschaffen voor het uitvoeren van energiebesparende ingrepen. Daar is ook de voorbije maanden een aantal keren over gediscussieerd in de commissie en vandaag kent het dus een uitvoering. Uw minister heeft al meermaals verklaard dat energieefficiëntie een absolute prioriteit is. Dus wat betreft de doelstelling kunnen we alleszins volgen.
Maar natuurlijk, als het een echte prioriteit is, dan zouden bestaande hinderpalen moeten opgeruimd worden en dan zouden we het ook best beter doen dan toen die lening, die in de tijd bestond als FRG-lening, vandaag ook beter wordt uitgevoerd of geïmplementeerd. Tot nog toe moeten alle burgers in Vlaams Gewest de aanvraag indienen bij een lokale entiteit, zoals dat heet, waarbij de gemeente is aangesloten. Maar als ik de website van het FRG, want zo heet de site vandaag de dag nog, bekijk, dan blijkt daar dat er maar liefst 29 gemeenten zijn die, ja, waarvan de inwoners geen gebruik kunnen maken van die energielening. Nu, vorig jaar waren dat er maar 20, maar er zijn een aantal gemeenten bijgekomen als gevolg van het opheffen van een bepaalde entiteit, ik dacht in Oost-Vlaanderen. Nu, minister, bent u op de hoogte van het feit dat er zoveel gemeenten niet in aanmerking komen voor die energielening? Dan mijn tweede vraag is dan, hoe verantwoordt de minister deze situatie en welke initiatieven zal ze nemen om deze discriminatie uit de wereld te helpen? Want de ombudsman heeft een paar dagen geleden nog erop geattendeerd dat hij inderdaad een aantal telefoons heeft gekregen van burgers die zich daarover ongerust maken en die zich beklagen over die discriminatie. En mijn vraag is ook, wanneer zal die situatie helemaal opgelost zijn? Ik weet dat u in de pers daarover heeft gecommuniceerd ook al, maar ik zou het ook in de commissie uit uw mond graag horen. Dan mijn derde vraag is dan, welk advies geeft de minister nu aan de burgers die in gemeenten wonen die niet zijn aangesloten? Ja. En dan zijn er een aantal elementen bijgekomen die de voorbije dagen zijn gebleken, waarvan ik niet op de hoogte was op het moment van het indienen van de vraag. Ik ga ze toch ook wel stellen. Dat is, ja, het bedrag is 15 miljoen euro. Nu al zijn er bijna 100 aanvragen ingediend. Gemiddeld vorig jaar was het bedrag 7500 euro. Nu als we aan dat tempo doorgaan, stel ik mij de vraag of er voldoende middelen zijn en of u inderdaad bereid bent om daar nog een tandje bij te steken, want het kan toch niet de bedoeling zijn om dit af te remmen. Dan een bijkomende vraag ook is, het programmadecreet voorziet ook dat de Vlaamse regering zelf die leningen zou kunnen verstrekken. Nu mijn vraag is van, hoe ziet u dat dan? Want hoe gaat dat concreet in zijn werk gaan? Want dus wat hebben we ook gestemd eind vorig jaar? En dan een bijkomende vraag is ook, stel dat inderdaad de orde komt, dat de gemeenten die nu niet zijn aangesloten, dat de burgers daarvan toch beroep zullen kunnen doen op die energielening, maar dat zal allicht niet vanaf vandaag of morgen zijn, dat zal een paar maanden overheen gaan. Ja, de kans is groot dat daar al een heel groot stuk van het budget opgebruikt is, misschien wel al het volledige budget. Hè. Ja, mensen die dus in die gemeente wonen, gaan dan op hun beurt nog eens gediscrimineerd worden, want als het geld op is en ze kunnen pas indienen binnen een aantal maanden, misschien pas binnen een half jaar, ja, wat gaat u dan voor die mensen doen? Want de situatie van ongelijkheid blijft dan staande. Dat waren mijn vragen hier rond. Collega's, zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Collega Talman. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Collega's, ik sluit me graag aan bij de vraagstelling van collega Danen. We hebben in het kader van de bespreking van de beleidsnota van de minister al de uitleg gekregen doordat het fonds ter reductie van de globale energiekost nu Vlaamse bevoegdheid geworden is, dat zal omgezet worden naar de Vlaamse energielening. En om eerlijk te zijn, ja, was ik toch ook wel wat geschrokken van de berichtgeving dat er uiteindelijk nog 29 steden en gemeenten zijn in Vlaanderen waarbij dat de inwoners zich tot op vandaag geen beroep kunnen doen op een lokale entiteit om zich te informeren om een energievriendelijke lening aan te gaan. En ik denk dat het van groot belang is om ook die gemeenten te gaan informeren op welke manier zij zich kunnen aansluiten bij een lokale entiteit of hoe dat zij kunnen overgaan tot het oprichten van zo'n lokale entiteit. Misschien nog iets, mevrouw de minister. Ik denk dat het wel belangrijk is om daar goed over te communiceren. Want op het nieuws deze week werd het toch enigszins wat verkeerdelijk voorgesteld. En in het nieuwsitem was de voorstelling zo dat het gemeentebestuur, het lokale bestuur, het aanspreekpunt was om als burger een energievriendelijke lening aan te gaan. Dus misschien om die misvatting uit de wereld te helpen, dat het toch wel duidelijk is om daarover goed te communiceren, dat de inwoners niet aan het loket van het gemeentehuis gaan staan om daar te gaan vragen, kan ik in aanmerking komen voor een energiezuinige lening. Maar mijn vraag, mevrouw de minister, is een beetje aansluitend van hoe gaan die 29 gemeenten
aangezet worden om zich ook aan te sluiten bij een lokale entiteit. En misschien is het goed, mevrouw de minister, want ik denk dat wij als parlementsleden ook een belangrijke rol hebben om die energie, om die Vlaamse energielening duidelijk in de markt te zetten, om daar ook over te communiceren. En wij willen daar graag aan meehelpen, maar misschien is het ook goed om aan ons nog een keer de informatie te bezorgen hoe zo'n lokale entiteit kan opgericht worden, hoe dat in zijn werking gaat. En als wij ook een overzicht kunnen krijgen van de bestaande lokale entiteiten. Dank u. Collega Winders. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik ga vanuit onze SPA-fractie niet alle vragen nog eens herhalen die de collega's gesteld hebben. We sluiten ons daar uiteraard bij aan. Ik ben eigenlijk alleen een positieve mens en ik heb misschien eens nagedacht om een voorstel te doen om toch die overgangsperiode van die 29 gemeenten die vandaag zonder lokale entiteit zitten, om die toch de kans te geven vandaag al om een energielening te kunnen afsluiten. Het voorstel dat ik eigenlijk wil doen is, maak van het probleem misschien eerder een opportuniteit. Allee, deze regering zet toch in op het stimuleren van samenwerkingen tussen gemeentes. Waarom kan het niet gebeuren dat u de toelating geeft dat die gemeentes die zonder lokale entiteit zitten, dat die naar een buurgemeente mogen gaan, naar een distributienetbedrijf kunnen stappen, om dan op die manier toch een energielening aan te vragen. Het Fonds ter reductie van de globale energiekost voorziet middelen voor de lokale entiteiten om de werkingskosten te financieren. Dus waarom geven we die buurgemeente van de gemeente waar geen lokale entiteit is niet wat meer werkingsmiddelen en zorgen we er vandaag al voor dat die inwoners van die 29 gemeenten gewoon naar een buurgemeente gaan en op die manier een lening aanvragen. Het is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die in een gemeente wonen dat ze niet 5 kilometer verder mogen naar een lokale entiteit stappen en daar eigenlijk een lening mogen aanvragen die eigenlijk afkomstig is van middelen die Vlaams beheerd worden, waar toch uiteindelijk iedereen recht op heeft. Dus het zijn overgangsmaatregelen die we voorstellen en uiteindelijk willen wij al uw acties die u neemt om dit fonds te promoten, verder ondersteunen. Maar wij hopen dat dat vacuüm van voor die 29 gemeentes zo snel mogelijk is opgelost. Zijn er nog collega's die wensen aansluiten? Minister, dan zou ik graag zelf bij alle vraagstellingen die zijn gesteld mij willen aansluiten. Maar één vraag naast de vragen die gesteld zijn geweest, die mij nog een stukje blijft hangen, is: hebben wij een zicht op waarom deze 29 gemeenten die stap niet gezet hebben? Is dat uit onwetendheid? Is dat omdat zij een te complexe tijd vinden? Is het omdat er budgetair zaken tegenover staan? Wat is het waarom dat 29 gemeenten die stap nog niet gezet hebben? Omdat het denk ik belangrijk is om van daaruit ook te kunnen zien op welke manier we hen toch nog overtuigd krijgen. Minister, graag aan u het woord. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga eerst nog wat de context schetsen van de Vlaamse energielening. Dus je weet dat FRGE via de zesde staatshervorming naar de regio's is gekomen. En ik heb dat altijd een bijzonder goede tool gevonden. Hè. Dat is ook, ik heb dat ook gemerkt bij het bespreken van de beleidsnota's. Dat de combinatie van een energielening met de premies, dat dat eigenlijk een pakket aanbiedt en dat dat een mooie aanvulling is bij de rechtpremies zoals die eigenlijk op dit ogenblik bestaan. Het zet de mensen aan om te investeren in energieefficiëntie. Het heeft een dubbel voordeel. De energiefactuur daalt. Het is een positieve zaak voor het klimaat. Maar ook, wat ik heel erg merk, het versterkt ook en verbetert ook gewoon de woonkwaliteit van de huizen. Als ik maandag een bezoek heb gedaan bij een persoon die het eerste energielening heeft afgesloten, dan was een van de belangrijkste redenen is gewoon de woonkwaliteit te verbeteren en afgeleid uiteraard ook de energiefactuur. Maar je weet natuurlijk, in een zetel zitten aan een raam dat niet geïsoleerd is, enkel glas is, is ook qua wooncomfort minder. Het FRGE werkte via de lokale entiteiten en de inwoners van de gemeente die niet toegetreden waren tot een lokale entiteit konden in het verleden gewoon geen aanspraak maken op een FRGE-lening. Dus het is geen nieuw feit. Ik bedoel, het is eigenlijk de erfenis van federaal die overgekomen is, waarbij op een aantal plaatsen geen lokale entiteit was. Nu, voor mij was het geen piste, dus ik heb altijd geweten inderdaad dat er een aantal gemeenten waren die niet in aanmerking kwamen. En had ik twee opties. Dat was ofwel de lening niet te laten ingaan op 1 januari,
Maar dan creëer je een bijzonder grote onzekerheid bij de bestaande lokale entiteiten. Of anders te zeggen, ik start op 1 januari, zodat alle gemeenten waar wel een lokale entiteit is, dat die kunnen starten. Maar wel altijd met de intentie om zo snel mogelijk die blinde vlekken weg te werken. Want ik ben het eens met alle vraagstellers, het is geen optie. Je hebt als burger geen verantwoordelijkheid voor het feit dat een gemeente niet toetreedt of er geen lokale entiteit is. En dat is net de knoop die wij nu tegen maart willen oplossen. Dat is de plaats, de gemeenten, en dat is de laatste tussenkomst geweest. Dat als er in uw gemeente geen lokale entiteit is, dat je dan gewoon naar de lokale entiteit van uw buurgemeente kan gaan. Maar dat kan vandaag op dit moment gewoon niet. En we moeten daar ook in overleg gaan met de lokale entiteiten. Want sommige lokale entiteiten zeggen, ik doe mijn territorium. Als ik er zomaar de buurgemeente moet bijnemen, dan geeft dat natuurlijk ook een administratieve last. En dan ben ik eigenlijk een subsidiering of een financiering aan het doen van gemeenten die gemakkelijkheid zelf zeggen, ik doe geen lokale entiteit. Dus ik kon dat ook niet zomaar opleggen, want de logica uit een buikgevoel vanuit Brussel is, wel, gaat dan gewoon naar uw buurgemeente, dat probleem is opgelost. Maar daarvoor moet ik gewoon in overleg gaan, allee, want anders schend ik ook een dynamiek die op lokaal vlak bestaat. Dus, maar ons bedoeling is om tegen maart een oplossing te hebben voor die 31 blinde vlekken. Maar we wouden toch starten op 1 januari, omdat anders ga ik eigenlijk heel wat mensen iets ontzeggen, omdat ik eigenlijk nog een knoop heb op een aantal plaatsen. En dat vond ik dan eigenlijk ook geen goede logica. Dus in programmadecreet heb ik voorzien dat we voor die mensen dus naar een oplossing uitwerken. Dus samen met administratie, PMV, Vlaams Participatiefonds, heb ik ervoor gezorgd dat we alles in zo snel mogelijk in gereedheid konden brengen. We hebben gewerkt op de operationaliteit van de energielening, de tool die klaar moest zijn, de lopende 12.000 leningen, waar geen juridisch vacuüm mag ontstaan, moest overgezet worden. Heel wat administratieve zaken moesten overgezet worden. En nu zorgen we ervoor dat tegen 1 maart elke Vlaming een lening kan aanvragen. Dus nu moeten we die knoop van die 31 blinde vlekken nog opvolgen. Want ik wil niet in dezelfde fout vervallen als eigenlijk bij de federale regering, waarbij dat men eigenlijk twee problemen had. Dat is één, men had een aantal blinde vlekken die pas nu naar buiten komen. Maar ten tweede, de FRGE-lening was ook amper gekend, waardoor dat er een onderbenutting was in het budget. En ik vind het bijna een luxe probleem dat ik kan zeggen dat op 1 week tijd er al 89 mensen geïnteresseerd waren. We hebben heel bewust heel veel publiciteit er ook rond gemaakt. Net om ervoor te zorgen, en ik zou bijna hopen, allez, ik heb dan wel een ander probleem, maar ik zou bijna hopen dat mijn budget op is tegen augustus of september, want dan betekent het dat ik eigenlijk geslaagd ben in de mensen te sensibiliseren. Er bestaat daar een instrument, maak er gebruik van, want je kan op die manier inzetten in energieefficiëntie. Ik creëer dan wel een probleem voor mezelf, dat ik te weinig budget heb. Maar goed, dat is dan, op dat moment moeten we dat dan weer bekijken, wetende dat het een rollend fonds is. Dus hoe rapper het fonds rolt, hoe meer mensen dat ik eigenlijk kan bedienen. Dus we willen twee doen. Dat is één, zorg dat er geen onderbenutting meer is. Op basis van de cijfers vandaag denk ik dat we dat niet meer gaan hebben. En dat we misschien eerder zullen in de situatie zitten dat we op een bepaald moment een tekort aan geld zullen hebben. Maar dat is teken dat we het op een goede manier, die staatshervorming, omgezet hebben. En twee, tegen 1 maart die 31 blinde vlekken wegwerken. Tegen 1 maart gaat het budget niet uitgeput zijn. Dus in die zin is het probleem dat we de mensen, ze zitten wel nog 2 maanden, gaan ze wat moeten wachten. Maar gegeven het feit dat op het moment dat men een lening aanvraagt, dat we meestal binnen de 3-4 weken effectief de lening kunnen toekennen, werken we ook wel met heel korte periodes en vraag ik aan de mensen om een klein beetje geduld te hebben. Nu, meestal moeten ze dan toch ook met een aannemer werken, moeten ze toch ook mensen engageren. Allee, hoop ik dat we op die manier de overlast, omdat ze beperkt is in de tijd, toch kort is. De Vlaamse energieleningen worden verleend door de lokale entiteiten. Die worden aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. Met de lokale entiteiten is een samenwerkingsovereenkomst gesloten die de rechten en plichten van de lokale entiteiten en het Vlaamse gewest vastleggen. Het zijn dus de betrokken steden en gemeenten zelf die ervoor kiezen om al dan niet een lokale entiteit op te richten of bij een bestaande lokale entiteit aan te sluiten. Maar het is bijvoorbeeld zo, en ik geef een voorbeeld van één lokale entiteit
van de gemeenten Berlaren, Buggenhout, Endermonde, Hammen, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zeelen, die haar activiteiten begin 2014 heeft stopgezet, omdat men zegt, we hebben geen toekomstperspectief. En dat is net wat wij onmiddellijk gedaan, zowel door onmiddellijk mijn communicatie in de beleidsnota en ook hier in het parlement om te zeggen dat dat voor mij heel belangrijk was, die energieleningen, om terug een toekomstperspectief te creëren. Want dat is een stuk een antwoord op een vraag. Een aantal zijn er niet mee gestart en het is niet gedetecteerd geweest vanuit federaal op tijd. Op dat moment, ten tweede, hebben er een aantal stopgezet omdat ze zeiden, ja, die energieleningen, dat gaat naar Vlaanderen, wat gaat Vlaanderen daarmee doen? We zijn daar helemaal niet zeker van, dus we stoppen. En je hebt ook gezien dat VVSG zelf gereageerd heeft naar aanleiding van het bericht in de krant van de 31 blinde vlekken. Dat zij gezegd hebben, oh, maar er is nu een perspectief, het werkt goed, het is goed geïmplementeerd. Dus nu gaan wij ook in onze gemeenten, en ik citeer letterlijk, mensen die in een gemeente wonen waar ze geen lening kunnen aanvragen, voelen zich uiteraard benadeeld. Daarom gaan we de lokale entiteiten nu ook promoten bij de andere gemeenten, zei iemand van VVSG. Dus je ziet de combinatie van het duidelijk maken dat er blinde vlekken zijn, maar het toekomstperspectief dat wij geven en het feit dat we starten en niet wachten tot als iedereen mee is, maar zeggen van allee, sluit aan, want anders mist je een dienstverlening naar je burger, maakt eigenlijk dat er een hele goede, snelle dynamiek op gang komt en dat we, waar dat wij mee bezig zijn, eigenlijk in een stroomversnelling komt. En ik heb al gezegd, de eerste week hadden we 89 mensen die eigenlijk een energielening hebben aangevraagd. Dus ik heb deze week en volgende week een overleg met de lokale entiteiten, de distributienetbeheerders en VVSG, ingepland om een oplossing voor het probleem zo snel en zo efficiënt mogelijk uit te werken. Ik moet ook zeggen, ik vind het ook zeer goed dat we hier vandaag die vraag over hebben, want daardoor komt er ook een stuk druk om te zeggen, je kunt het toch niet maken dat uw mensen er geen beroep kunnen op doen. Wij hebben ook op een bepaald moment de vraag gesteld, ja, maar moet men via een lokale entiteit gaan? Eind vorig jaar, in het tweede helft vorig jaar, toen we met die overdracht bezig waren, dan heb ik vrij snel gezegd ja. En waarom? Om een heel bewuste reden. En ik heb dat maandag bij mijn werkbezoek ook gezien. Vaak hebben mensen een idee, en ik geef een voorbeeld om een dak te isoleren. Ze willen daar een energielening voor aanvragen. Daar zit een koepel in. Ze vervangen die koepel, maar ze vervangen die niet op een energetisch goede manier. En dan is de lokale entiteit die expertise heeft op vlak van energie, die zegt, ja, maar nu kan je toch wel beter nog €500 meer lenen om ook die koepel goed conform te hebben, want anders zit je een dak supergoed isoleren, maar koopt je een jas waarvan dat de rits kapot is en dan heb je een goede warme jas, maar dan heb je wel nog altijd een grote plek waar dat je eigenlijk kou blijft hebben. En daarom dat we eigenlijk vrij snel gezegd hebben, we hebben echt die lokale entiteiten nodig omdat zij een screening kunnen doen dat de lening ook op een zo energie-efficiënte manier aangezet wordt. En bijvoorbeeld, het werkbezoek maandag was ook bij mensen die zeiden, we wilden alleen de voorgevel de ramen vervangen, totdat ze ook de lokale entiteit gezegd had, maar je hebt zoveel warmteverlies via je achtergevel, dat eigenlijk je winst van voor met de slaapkamers en in een appartement dat mooi is en comfortabel is, maar ook niet gigagroot is, verlies je eigenlijk terug te veel, waardoor de mensen gezegd hebben, ah ja, maar dan kunnen we inderdaad beter ineens alles tegelijkertijd doen. En door het feit dat de lening is aan 2% en op 5 jaar te spreiden is, werd het toen dan wel weer haalbaar ten opzichte van de private markt, waar dat het maximum op 3 jaar vaak is, de groene leningen. En dus daarom dat die lokale entiteiten gewoon echt wel van belang zijn om ervoor te zorgen dat de energielening ingezet wordt, maar op een manier dat de mensen er ook echt het maximale rendement van hebben. Maar ik denk, alle communicatie hier rond is goed, dus ik zou ook zeggen, maak gebruik op energiesparen.be/energielening. Zou ik willen vragen, gebruik ook allemaal via jullie eigen kanalen. Gebruik het zoveel mogelijk, want hoe meer mensen aan energielening aangaan, hoe beter het is. We merken ook dat er bijna geen wanbetalingen zijn. Dus het is ook een echt goed, gezond, rollend fonds waarbij wij middelen ter beschikking stellen, maar die ook terugbetaald worden. En ik denk, als we zo'n systeem ook nog eens zouden kunnen implementeren voor de privésector, voor bedrijven enzovoort, via private gelden die in een rollend fonds komen,
Allee, dan ziet je, en de tevredenheid, allee, ik merk dat dat is een instrument, perfect aansluit bij ons premiestelsel, perfect aansluit bij onze doelstellingen die we hebben, en allee, dat is een, ja, dat, ik voel dat dat een heel mooie aanvulling is bij het beleid dat Vlaanderen heeft over op vlak van energie. En als je in een gemeente vond dat geen lokale entiteit heeft, dan zou ik zeggen, kruip dan in de rol van burger en maak van je oren. Zijn er nog collega's die wensen te reageren? Collega Daan. Ja, dank u minister voor uw antwoord. Nu, allereerst moet ik zeggen dat ik verheugd ben om vast te stellen dat die lening hopelijk vanaf 1 maart dan alleen een optimaal instrument zal zijn om energie-efficiëntie te bevorderen. Een aantal maanden geleden, moet ik zeggen, maakte ik me er heel erg veel zorgen over. We hebben er ook vaak over gediscussieerd hier in de commissie. Dus wat dat betreft, als het dan echt in orde komt, ik ben ook een positieve mens, denk ik, net zoals mijn collega. Alleen dan kan ik mij er wel in vinden. Maar ik heb toch een paar bijkomende vragen. Ik hoor niet zo lang geleden van de burgemeester van Gaveren, die zegt dat hij niet wenst aan te sluiten bij een lokale entiteit, omdat hij geen concurrentie wil aandoen met de privémarkt. Nu natuurlijk, een burgemeester mag zeggen wat hij wil, maar ik denk dat hij zich vergist, omdat het toch wel een andere situatie is. Ik denk dat een privébank al kritischer is om leningen toe te staan, en zeker aan mensen die in een bepaalde kwetsbare doelgroep zit. Dus wat dat betreft ben ik toch niet helemaal gerustgesteld. Het is ook zo, denk ik, dat heel wat oudere huizen van slechte woonkwaliteit hebben, wel waar ook oudere mensen in wonen. Ik denk als iemand van 75 of 80 gaat lenen bij een bank, dat een bank wat kritischer staat dan een lokale entiteit. Dus ik vind toch dat we op dat vlak een sociale rol hebben. Dus ik zou u willen vragen, nu dat is een voorbeeld, hè, om 1, de burgemeester van Gaveren toch te overtuigen, maar wellicht zijn er nog gemeenten die daar niet aan willen deelnemen, dus ik denk dat het probleem dan alsnog niet opgelost zal zijn. Dus dat is mijn eerste vraag. En een tweede vraag sluit een beetje aan op wat u heeft gezegd rond die lokale entiteiten en een rol die ze spelen rond die dakkoepel en zo en die jas van de rits, wat u heeft aangehaald. Nu, ik deel die mening helemaal, maar ik heb toch de indruk dat de lokale entiteiten die zaken niet allemaal op dezelfde manier invullen. Nu, ik ben zeker niet voor eenheidsworst, maar ik zou graag hebben dat lokale entiteiten inderdaad doen wat u net komt te zeggen dat ze horen te doen. Dus het juiste reglement rond wat lokale entiteiten moeten doen, is dat klaar? Is dat hetzelfde als hoe het was? Of gaat u daar nog aan fine-tunen? Collega Talleman? Ik wil de minister ook danken voor haar antwoord en ook voor het werk dat zij zal verzetten om die 31, want het zijn blijkbaar 31 lokale besturen die nog niet gevat zijn in een lokale entiteit. Maar het valt mij wel op dat dat de provincie Oost-Vlaanderen er een beetje uitspringt met bijna 14 lokale besturen die geen deel uitmaken van zo'n lokale entiteit. En u noemde daarnet een aantal steden en gemeenten op. Berlare, Buggenhout, Dendermonde enzovoort. En ik wou gewoon eens polsen bij de minister. Die gemeenten, waren die verenigd in een lokale entiteit via een intercommunale of via een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Of... Het is de lokale intercommunale lokale entiteit EDS. Het was 2, 4, 6, 8, 9 gemeenten. Is het een intercommunale, was het een lokaal samenwerkingsverband, zou het moeten opzoeken. Ja, maar het is een intercommunale die tot op vandaag nog altijd bestaat. Alleen heeft ze de lokale entiteit afgestoten, als ik het goed begrepen heb. Ja. Maar in elk geval, de lokale entiteit hebben ze omwille van een gebrek aan perspectief toen stopgezet. En daarom dat van belang is dat ik eigenlijk vrij snel na mijn aantreden gezegd heb, die energielening is een belangrijk instrument, omdat anders zou je vandaag kunnen in een situatie dat er nog meer zijn die stoppen. En ik hoop dat we die dan op zijn minst heel snel terug kunnen activeren. Ja. Maar goed, ik zal straks, want ik ben wat in het debat aan het tussenfietsen, voorzitter. Excuus. Collega Beenders. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, ik ben blij dat inderdaad het gezond verstand primeert en dat als er geen oplossing kan gevonden worden in de eigen gemeente, dat er naar de buurgemeente wordt gekeken. En ik hoop
absoluut dat op 1 maart, dat is nog een maand wachten, dat effectief iedere Vlaming zijn energielening kan aanvragen. En aan ons zal het niet mankeren om de promotie voor dit instrument mee op ons te nemen. Minister, jij nu het woord? Tussenkom, maar ik ben van de Nermond, dus de intercommunaal DDS. Daar was gisteren ook in de pers en daar heeft men aangehaald dat men eigenlijk de... Allee, ik ben niet van DDS, maar mijn stad ligt in het werkgebied van DDS. Dat men zegt dat men daaraan toestak, omdat de middelen eigenlijk niet voldoende waren om tegemoetkomen aan de leningen. Dat was de uitleg die gisteren verscheen op de regionale televisie. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Want als ik het goed begrijp, is de verschuiving nu dat men wil gaan naar distributienetbeheerder. Klopt, ben ik daarin fout? Dat zij daar dus de rol zouden opnemen. Want naar ik vernomen heb, zal intercommunaal dat niet meer doen. Of heeft het afgestoten sinds september? Oké, minister, ga je nu het woord? Ja. Wel aansluiten op de laatste opmerking. Wij willen een oplossing, dat elke Vlaming er kan op beroep doen. Wil een lokale entiteit zeggen zij... Wij willen dat niet meer doen, dan kijken wij met de distributienetbeheerders, dan kijken wij met de OCMW, dan kijken wij met de gemeenten. Ons doel is, we zoeken gewoon een oplossing en we zoeken wie bereid is om die taak op zich te nemen. Dat men zegt, we steken daaraan in. Ja, ik vind het is ook een dienstverlening naar uw burger. Om op een bepaald moment, mensen komen ook vaak terecht bij gemeenten om te weten hoe zit dat met de rechtpremies, hoe zit dat met de premies, ook bij distributienetbeheerders. Dus ik zeg het, wij zoeken een oplossing, bedoel, en liefst via een lokale entiteit. En daar ben ik het wel eens met u. We gaan op een bepaald moment ook wel moeten zorgen. En dat is denk ik in een volgende fase, moeten we eens kijken. Ik hoor heel veel goede zaken van de lokale entiteiten. Er zullen waarschijnlijk wel kwaliteitsverschillen zijn, maar soms heeft dat ook te maken, ja, hoe groter... Ik kan me inbeelden dat het Ecohuis van Antwerpen een grotere schaal heeft en dus meer expertise heeft dan die in een hele kleine gemeente... Dat is een volgende fase die we moeten bekijken. Maar ik merk toch wel in eerste instantie dat het de lokale entiteiten zijn die toch eigenlijk wel de mensen zeer goed helpen om een goed advies te kunnen geven. Dus mijn lijn is vooral heel belangrijk, laat ons een oplossing zoeken om het even waar dat we ze vinden. En ik hoop dat gemeenten daar echt voor openstaan. Als men zegt, zoals de burgemeester van Gaver, ik wil geen concurrentie doen met de private markt... Zo kon ze bedoeling niet. Voor mij is dat een en-en-verhaal. Ik ga nooit met de energieleningen een fonds kunnen hebben waar elke Vlaming kan aan participeren. Want dan treed ik echt in de plaats van de privémarkt. Er zijn groene leningen bij banken. Er zijn heel veel mensen die daar perfect hun gading in vinden. En ik zou zelfs zeggen, ik hoop via de energieleningen ook een stuk reclame te maken voor alle private initiatieven die er bestaan. Op dat vlak, want... Wij nemen een segment, wij hebben ook een tarief van 0% voor kwetsbare groepen. Die kunnen niet terecht bij banken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook gemerkt bij het werkbezoek dat de mensen zeiden, ja, de energielening, het feit dat het op 5 jaar is, kunnen we een grotere investering doen, wat dat goed is, want dan wordt hun huis nog energievriendelijker, dan wanneer we het op 3 jaar moeten terugbetalen. Dus vaak is het, het zijn aanvullende verhalen en er is nog zoveel... te doen op vlak van energie-efficiëntie, dat we elkaar daar geen... Maar ik zal ook eens met de burgemeesters die... ik ga dat niet mijn geweer doen, in dat geval. Maar we gaan... we zullen... ik zal ook wel met de burgemeesters, als ik merk dat er echt weerstand is omwille van misschien iets dat onterecht is... Dan zullen we daar heel ver ook in gaan om hen te overtuigen en mijn argumenten te overtuigen dat dat gewoon een hele goede dienstverlening is die je geeft aan de bevolking, die bovendien ook budgetair voor een overheid beperkt is, omdat je interestvoeten staan laag. Het is een rollend fonds. Het is gewoon een goed instrument om eigenlijk mensen aan te zetten tot... Maar wordt zeker vervolgd, maar weet dat wij er in elk geval alles op zetten om echt tegen maart rond te komen. En maar als jullie concrete suggesties hebben om het aan te pakken op lokaal vlak, je bent ook allemaal lokaal mandataris of inwoner van een gemeente, aarzel niet om het ons te signaleren, om echt samen oplossingen te zoeken. Want we gaan ook af en toe op de ene plaats, op de 31 gemeenten... Als die 9 al zeggen, we doen het niet meer via lokale entiteiten, dan weet ik al automatisch dat we het op een andere manier moeten doen. Maar de distributienetbeheerders zijn ook een aanspreekpunt voor de premies. Dus in die zin, we gaan wel oplossingen vinden. Denk ik.
ben ik van overtuigd. Moet. Mag ik bij deze de vraag afronden of het collega daar nog tussen komen? Dan denk ik dat we bij deze de vraag kunnen afronden en dat ze nog gevolgd wordt in de toekomst. Collega's, dan kunnen we nu overgaan naar de twee vragen omtrent de jaarlijkse meteropname door distributienetbeheerders en de mogelijke financiële gevolgen voor de prosument, die gekoppeld is zowel van collega Dana als van collega Sintebin. Collega Dana, graag aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Dit is een iets meer technische aangelegenheid, maar ik ga de vraag natuurlijk toch stellen. En het behandelt eigenlijk een vorm ook weer van discriminatie van prosumenten. Dus mensen die in concrete gevallen die een kleinschalige opwekking van hernieuwbare energie hebben en die omwille van meteropnames ofwel kilowatturen mislopen ofwel extra moeten betalen, onafhankelijk van het feit dat ze toch voldoende geproduceerd hebben. Nu, waarover gaat het heel concreet? Wel, het technisch reglement distributie elektriciteit bepaalt dat de energieleverancier na ontvangst van de meetgegevens voor het toegangspunt in geval van een periodieke meteropname binnen een termijn van 6 weken een factuur opmaakt. En dat is dan gebaseerd op meetgegevens zoals doorgegeven door de distributienetbeheerder. Ja? En die maken ze dan over aan de distributienetgebruiker. Het reglement bepaalt ook dat de energieleverancier na ontvangst van die gegevens, in geval van een klantenwissel, leverancierswissel of gecombineerde wissel, binnen een termijn van 6 weken een factuur moet opmaken, gebaseerd op meetgegevens zoals doorgegeven door de distributienetbeheerder en deze overmaken aan die gebruiker. Wel, het moment van de meteropname, en dat is een cruciaal element, wordt door de distributienetbeheerder bepaald. Dat moment valt natuurlijk meestal niet samen met het moment van de wissel, waardoor de periode tussen het afsluiten van een nieuw contract en het moment van de eerste meteropname verschillend kan zijn bij de verschillende distributienetbeheerders. Ja. Nu, in het ideale geval streven particulieren met een installatie voor decentrale energieopwekking naar een productie die het eigen verbruik dekt, ja, dus dat is in de meeste gevallen zo. Na een jaar dus zou het gebruik van elektriciteit moeten uitkomen op 0 kWh, waardoor de prosument dus niet dient te betalen. Nu, voor gebruikers die een leverancierswissel uitvoeren, vlak na het moment van die meteropname, stelt er zich geen probleem. Dus dan komt gewoon alles meestal uit op hetzelfde kilowattaantal bij de opnames die gebeuren. Maar er stelt zich wel een probleem wanneer die wissel werd doorgevoerd in een periode met een hoger verbruik en lagere energieopbrengst. En dus ook een hogere meterstand, bijvoorbeeld de wintermaanden. En of de periodieke meteropname gebeurt in een periode met een lager energieverbruik en een hogere energieopbrengst. In dat geval kan bij de meteropname door de distributienetbeheerder de meterstand lager zijn dan het moment waarop de wissel werd doorgevoerd. Dat kan twee nadelen hebben. Een eerste nadeel kan zijn dat er geen vergoeding wordt gegeven aan het teveel aan energie wat geproduceerd werd, want het verbruik dan wordt gewoon op nul gezet. Ja. Dus de leverancier profiteert dan van het overschot dat de distributienetgebruiker op het net stuurde. Wanneer die gebruiker beschikt over een jaarcontract, zoals het vaak geval is bij samenkoopacties, dan zal de meterstand op einddatum ongeveer gelijk zijn aan de meterstand bij de leverancierswissel. Een tweede nadeel kan zijn wanneer de afrekening gebeurt op basis van een lagere meterstand. Dus de gebruiker zal op einddatum het meerverbruik van de periode tussen die meteropnames en de einddatum moeten bijbetalen, ondanks het feit dat hij eigenlijk niks heeft verbruikt gedurende het jaar. Dus als ik heel concreet ben, stel u voor, iemand doet een leverancierwissel in maart 2014. Ja, zijn meterstand is 10.000 bijvoorbeeld. Er is een goede zomer, dus iemand met zonnepanelen. Dan is in november 2014 de meterstand bijvoorbeeld 8.000. Ja, dan kan het zijn dat de leverancier, dat de distributienetbeheerder de meteropname doet. Die komt dus aan huis. En dan wordt het in de feite op nul gezet. In maart 2015 wil je opnieuw van energieleverancier wisselen, maar dan, ja, na die winter, is zijn meterstand terug tot 10.000 opgenomen. Dus in de feite heeft hij genoeg opgewekt om zijn eigen verbruik te dekken, maar in de praktijk zal hij dus 2.000 kWh op het net hebben gezet waar hij geen vergoeding voor krijgt. Meer nog, hij zal dienen te betalen
voor die 2000 kilowattuur die hij heeft gebruikt tussen november en maart 2015. Dus een situatie, je kunt zeggen, bij mensen die lang geleden zonnepanelen hebben gelegd, die hebben voldoende GSC's op zich, maakt dat niet zoveel uit. Dat is misschien wel zo. Maar ik probeer toekomstgericht te kijken bij mensen die nu zonnepanelen willen leggen. Bijvoorbeeld, kan dat wel vervelend zijn, want op die manier gaan ze dus heel wat inkomsten mislopen, terwijl het rendement op zonnepanelen nu, zonder GSC's, redelijk normaal is, zal ik maar zeggen. Maar zeker als er nog een vergoeding voor het net bij zou komen, is dat wel vervelend. Dus mijn vraag heel concreet. De Vlaamse overheid moedigt haar burgers het overstappen naar een andere, goedkopere leverancier aan. Vaak gebeurt dat na een samenaankoopactie met contracten van een jaar. Is de minister van plan om stappen te ondernemen die dus deze financiële schade van gebruikers ten gevolge van het moment van de opname of wissel voorkomen? Dan twee, hoe kunt je dat concreet aanpakken? Dan drie, er vinden dus zeer veel samenaankoopacties plaats. Er zijn veel mensen die elk jaar opnieuw dat doen, omdat natuurlijk na dat jaar, het eerste jaar, vaak de voorwaarden aangepast worden. Dus het is ook aan te bevelen dat mensen dat elk jaar gaan doen. Heeft de minister een idee van hoeveel de mensen financieel benadeeld worden, dus wat de grote orde is? Hè? En ook dus zowel in centen als in kilowattuur. Dat zijn mijn concrete vragen. Wie gaat Sint-Obin? Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een technische kwestie. Mijn vraag sluit voor een stuk ook aan bij de collega, maar spitst zich vooral toe op eigenaars van zonnepanelen en toekomstige eigenaars van zonnepanelen. Daarjuist bij de vraag over Vlaamse energielening werd gesteld dat alle communicatie goed is en alle duidelijkheid goed is. Ik denk dat ook in dit dossier toch wel enige duidelijkheid gevraagd wordt. Wij kunnen hier natuurlijk wel het debat voeren, een technisch debat voeren. Voor de burger is dat niet altijd zo evident. Het is zo dat de VREG op 19 december de tarieven voor 2015 heeft goedgekeurd. En iedereen weet dat de totale energiefactuur voor alle Vlamingen zal stijgen. Dat ook afhankelijk zal zijn van waar men woont, dat de ene stijging groter zal zijn dan de andere, maar gemiddeld zou de totale energiefactuur stijgen met 0,54%. Ook werden tarieven voor de prosumenten met een terugdraaiende teller bekendgemaakt en het uitgangspunt is dat alle afnemers, dus ook de zonnepanelen-eigenaars, met terugdraaiende teller een solidaire en redelijke vergoeding, zoals men dat noemt, moeten betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. En ook hier zal het tarief verschillen van netgebied tot netgebied en afhankelijk zijn van het vermogen van de omvormers. Toch zijn er enkele praktische aspecten waarbij we toch vragen kunnen stellen van deze netvergoeding. De VREG stelt bijvoorbeeld op haar webstack dat de bijkomende netvergoeding betaald moet worden voor de momenten, en ik citeer, als de zon niet schijnt, 's avonds en 's nachts, of als u meer verbruikt dan wat uw panelen opwekken, omdat dan van het net wordt afgenomen, en ik citeer nogmaals, omdat uw panelen te weinig opwekken om uw verbruik te dekken. Het is hiervoor dat u een bijkomend tarief zal moeten betalen. Begrijpelijk misschien, maar heel wat nieuwe eigenaars van zonnepanelen die dus niet meer kunnen rekenen op groene stroomcertificaten stellen zich nu, naar aanleiding van de invoering van die netvergoeding, vragen hoe het zit met hun overproductie die op het net wordt gezet. Men zegt dat men daar niet voor vergoed wordt, maar terwijl antwoordt de VREG dat het lijkt dat u geen geld krijgt voor de stroom die u op het net injecteert. En in het citaat kunt u lezen dat in feite de VREG stelt dat er toch wel een tegemoetkoming is voor de stroom die op het net wordt geïnjecteerd. Sommige eigenaars van zonnepanelen die bijvoorbeeld geen verwarmingen met gas, maar met stookolie hanteren, schakelen nu over op elektrische convectiekachels om toch maar hun eigen productie op te gebruiken. Ze stellen zich de vraag waarom de overproductie niet in mindering kan worden gebracht van de netvergoeding. Ik had dan ook een aantal
vragen naar verduidelijking aan u willen vragen, mevrouw de minister, en zeker wat betreft het aspect overproductie. Eén, hoe groot is de totale overproductie, niet vergoeden? Welke bedragen worden door de netbeheerders verdiend aan deze stroom? Erkent de minister dat veel Vlamingen door de aanrekening van de netvergoeding en de niet-compensatie van de overproductie ontmoedigd worden om zonnepanelen te plaatsen, wat uiteindelijk niet de bedoeling kan zijn van niemand, denk ik? Waar is de logica van het beleid waarbij zonnepanelen, en we hebben deze discussie hier al gevoerd in de commissie, maar waar is de logica van het beleid waarbij zonnepanelen vroeger ruim werden overgesubsidieerd en nu quasi worden ontmoedigd? Vier, krijgen gezinnen die zonnepanelen plaatsen zo de rekening niet toegeschoven van het falend subsidiebeleid, terwijl zij niet de grote slokkoppen waren van de groene stroomsubsidies? Vijf, erkent de minister dat invoering van de netvergoeding onrechtvaardig is, aangezien de spelregels plots worden veranderd in de loop van de rit en al dus de terugverdientijd van de zonnepanelen enorm wordt verlengd? Zes, welk beleid zal de regering voeren ten aanzien van eigenaars van zonnepanelen die net onafhankelijk willen worden? En zeven, een algemene vraag, welke verdere initiatieven zal de minister in dit dossier nemen? Tot daar, voorzitter, mijn vraag. Er zijn collega's die zich wensen aan te sluiten bij deze vraagstelling. Collega Griffo. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, collega's, ik zal wel die twee vragen apart, want u heeft een overlap gevraagd, maar voor mij zijn het eigenlijk twee totaal verschillende vragen. Dus ik heb op beide vragen... Toch zijn ze gekoppeld, collega Griffo. Ja. Dus ze zijn samen geagendeerd en ze zullen ook samen behandeld worden. Ik zal dus de eerste uw opmerkingen vraag geven. En daarna de tweede vraag. Ja. Het zijn eigenlijk voor mij totaal twee verschillende thema's. Het eerste is inderdaad... Een particulier, inderdaad, iedereen uit deze commissie heeft die mail gekregen en ook het blijvend aandringen van die persoon omtrent een antwoord. Zelfs week na week en moesten binnen de zoveel dagen antwoorden. Nu, het is een zeer technische vraag. En een zeer technische vraag had ik gedacht dat dat eigenlijk iets ook was voor de VREG die daar zou kunnen op antwoorden. Maar ik heb het dan ook een keer technisch bekeken. En er zijn... Zowel in de vraagstelling, en ik hoop dat dat ook terugkomt in het antwoord, mij toch een paar zaken die mij verwarrend leken en toch wel enige aandacht vragen. Ten eerste, als men spreekt over een samen aankoop, dan zijn de meeste contracten van samen aankoop, heb je een instapmogelijkheid wanneer u dat wenst. En dan kun je natuurlijk gaan kijken, een burger die dan inderdaad zonnepanelen heeft, ja, puur technisch gezien, puur financieel gezien, is de beste periode om in te stappen, inderdaad, in de maanden oktober, november, laten we zeggen, dus na de zomer, wanneer u het meest geproduceerd heeft, en wanneer dat dan inderdaad misschien uw teller wel terug op nul staat. Dat is één. Twee, dat blijkt ook heel duidelijk uit de mail van die persoon. Dat probleem heb je dus ene keer bij de overstap. Als je natuurlijk ieder jaar overstapt van een andere leverancier, dan kun je inderdaad theoretisch dat probleem takenmaal terug gaan krijgen. De vraag is natuurlijk, de overstap, ja, u bent ook niet verplicht van over te stappen van leverancier in de maand maart, april. Wat doe je dan met diegenen die overstappen in de maanden oktober, november? Want hij haalt waarschijnlijk een voorbeeld aan dat hij heeft persoonlijk meegemaakt, maar ik ken evengoed voorbeelden die juist het omgekeerde zeggen en die dus daar eventueel wel een profijt meegemaakt hebben. Natuurlijk, wij hebben dan ook een keer zitten zoeken naar een oplossing. En ik denk dat voor 2,6 miljoen gezinnen hier in Vlaanderen daar een oplossing voor doen, dat zeer moeilijk is. Vandaar ook de vraag, zou het een optie kunnen zijn om enkel voor die gezinnen, en dan spreken we over ongeveer een 10%, van die 2,6 miljoen gezinnen, toe te laten dat zij hun jaarlijkse opname organiseren, bijvoorbeeld in die periode oktober-november. Omdat dat het ogenblik is wanneer dat dus de teller op zijn maximum is teruggedraaid. Dat voor de vraag van collega Danen. En dan voor de... Mag ik er even op reageren? Op wat...
Ik stel voor dat we nog niet reageren, want het is de bedoeling dat de minister in deze bevraagd wordt. Ja, ik hoop dat we dat ook zo kunnen houden. Vreemd, maar u mag dat collega Griffoa mijn vraag beantwoordt, nee, terwijl het de vraag mag, de minister u mag is, ja. Dat minister nemen mee en kan dan ook nog repliceren. Maar het is wel degelijk inderdaad doen dat we niet op elkaar vragen, maar dat we naar de minister de vraag stellen. Dan over de andere vraag om uitleg. We hebben inderdaad gezien dat in het verleden zonnepanelen vaak geplaatst werden, laten we zeggen, eerder eurogedreven dan energiegedreven. En we kennen het probleem van het verleden. En ik denk dat we het probleem van het verleden moeten oplossen. Maar wij waren dan ook aan het denken voor wat gaan we ermee doen in de toekomst. En inderdaad, zoals gesteld wordt, de ondersteuning via de waarde van de... of de hoeveelheid certificaten en nog een kleine toekomst, of hoe dat ook zal gebeuren, zal uiteraard verminderen. En die is al verminderd. En de vraag is dan of dat we niet moeten werken naar een concept waarbij dat men ook probeert de prosumenten te overtuigen van te investeren in batterijopslag. Dat kost ongeveer een 3.000-4.000 euro. Waarbij dat je inderdaad kunt gaan stellen dat op het ogenblik dat je veel produceert, een deel kunt capteren in batterijen om te kunnen gebruiken op het ogenblik bijvoorbeeld dat je weinig produceert. Want inderdaad, het volledige probleem hangt hem eigenlijk door het feit dat op het ogenblik dat je een aansluiting vraagt, ja, je verbruik kan wel nul zijn, maar je hebt wel een aansluiting op het net en die kost geld. En dus om eigenlijk op dat ogenblik minder afhankelijk te zijn van het net, technisch gezien dan, zou je kunnen gaan opteren voor batterijtechnologie. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de toekomst zal zijn voor al die prosumenten. En de vraag is of wat de minister daar al omtrent ideeën heeft om dat te gaan promoten of niet te promoten, zonder dat dat weer ook zou mislopen qua hoeveelheid van subsidiering. En het is uiteraard de privé-eigenaar die altijd vrij is om dat te doen. Maar ik denk dat er daar misschien wel mogelijkheden in zijn in de toekomst om inderdaad de discussie uit het verleden dat we nu eenmalig moeten oplossen, om inderdaad meer naar energiegedreven oplossingen gaan dan naar eurogedreven oplossingen. Zijn er nog collega's die zich wensen aansluiten? Minister, graag nu het woord. Mevrouw de voorzitter, en ik kreeg net op sms binnen dat nu ook Zomergem en Landen geen witte vlek meer zijn. Doe nog even door. Dus je ziet dat we onze mensen er intensief mee bezig zijn. En het is bijna maatwerk om één per één te overtuigen. Maar we gaan het ook zo doen voor de gemeenten. Vaak is gewoon een direct persoonlijk contact kan vaak al heel veel oplossen. Voilà. Dus wie in Zomergem of in Landen woont. Ik hoop dat u in de fossiliteitsgemeente even work in progress, hè. Nog 29 te gaan, hè. Ja, in verband met de kwestie van de overproductie. Dit is het netto geïnjecteerde energievolume tussen twee meteropnames. Deze problematiek doet zich vooral door bij prosumenten, waarvan de zonnepanelen structureel meer produceren dan ze zelf consumeren. Dus het is vooral een probleem van overgedimensioneerde installaties. En daarnaast kan ook, zoals een aantal sprekers hier hebben aangehaald, de overproductie ook het gevolg zijn van toevalligheden. Zo kan bijvoorbeeld een ongelukkige timing van een leverancierswissel of een metervervanging tot overproductie leiden. Daarom raadt de VREG de prosumenten op haar website aan om overproductie te vermijden door bijvoorbeeld de leverancierswissel zo dicht mogelijk bij het moment van de jaarlijkse meteropname door de netbeheerder te plannen. Om te zeggen, ja, we gaan dan de meteropnames veranderen, dat is eigenlijk praktisch onmogelijk, omdat die echt georganiseerd worden per regio en per straten. Als we daar extreem veel maatwerk toelaten, dan vrees ik dat we eigenlijk een kosteninefficiënt systeem aan het installeren zijn. Dus het is veel beter om te zeggen, als je van leverancier wisselt, doe het zo snel mogelijk bij het moment van een meteropname. Een meteropname door de netbeheerders in functie hiervan flexibiliseren zou eigenlijk te veel toch wel de efficiëntie van de meteropname rondes aantasten, wat toch wel een zeer tijdsintensief problematiek is.
Met de inwerkingtreding van de volgende generatie van marktdataregels, de MIG6, zou het wel mogelijk worden om deze overproductie door de elektriciteitsleveranciers te laten vergoeden aan de betrokken prosumenten. In het huidig allocatiemodel worden de volumes overproductie toegekend aan de netbeheerders, hetgeen de netverliezen vermindert en de nettarieven drukt. De VREG bereidt in overleg met de sector een nieuw allocatiemodel voor, waarbij deze overproductie toegekend zal worden aan de evenwichtsverantwoordelijke, die het vervolgens zal kunnen vergoeden aan de prosument. Maar daar is men gewoon een overleg mee bezig om te kijken op welke manier is dat mogelijk. Er is op dit moment geen informatie beschikbaar over het aantal prosumenten dat door het moment van de periodieke meteropname en of leverancierswissel overproductie heeft. En het overproductievolume wordt op Vlaams niveau voor alle productieinstallaties met een terugdraaiende teller momenteel geraamd op 50 gigawattuur per jaar. Dat is de raming, maar we hebben geen microdata daarover. Dan het overproductievolume dat netto dus geïnjecteerd energievolume tussen twee meteropnames heeft. Ja, heb ik gezegd, wordt geraamd op, want ik ben de twee vragen samen aan het doen, maar mijn antwoorden waren ook apart voorbereid. Dus ben mezelf wat aan het herhalen. Wordt inderdaad dus aan de netbeheerders toegekend. De valorisatie van de volumes gebeurt aan de hand van de reconciliatieprijs. Die bedraagt momenteel 50 euro per megawattuur. Of een totale valorisatie van 2,5 miljoen euro per jaar. Netbeheerders brengen deze volumes in mindering van hun netverliezen, wat eigenlijk de nettarieven drukt. De regulator, de VREG, bepaalt de tarieven en dus ook het prosumententarief. Ik denk dat het toch wel echt nuttig is, ook voor de collega's in de commissie, maar ik weet dat jullie daar een heel grote expertise in hebben, om toch wel eens te kijken. De regulatoren hebben een hele ruime bevoegdheid gekregen vanuit Europa om echt de prijzen te bepalen. Dat is recent nog gebeurd, dus we moeten soms denk ik ook allemaal nog wel wennen aan de ruime bevoegdheid die een regulator heeft, zeker omdat de VREG vanaf sinds een paar maanden nu ook een Vlaamse bevoegdheid heeft en eigenlijk het prijzenbeleid in Vlaanderen zit, moeten we toch wel heel goed elke keer bij elke vraag die we stellen ons afvragen, is het een bevoegdheid en wat zijn onze marges daarbij als politiek, als wetgevende en als uitvoerende macht daarin. Daarbij wordt er inderdaad uitgegaan dat alle afnemers, ook de zonnepanelen-eigenaars met een terugdraaiende tellers, een solidaire en redelijke vergoeding moeten betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Zonnepaneel-eigenaar maakt dubbel gebruik van het distributienet. Elke netbeheerder moet bijdragen aan de kosten die dit netbeheerder moet maken, zowel voor de uitbouw van zijn net als voor de openbare dienstverplichtingen. Dat gebeurt voor zonnepanelen-eigenaars via het prosumententarief. En het is de exclusieve bevoegdheid van de regulator om deze tarieven vast te leggen. En de VREG heeft hierin dan ook zijn verantwoordelijkheid genomen. Maar via een logica dat de netgebruiker, die een net in twee richtingen gebruikt, dat die ook een stuk een tegemoetkoming daarvoor geeft. Voor die vergoeding wijs ik naar het allocatiemodel. De kosten die de netbeheerder aan de netgebruikers aanrekenen zijn ten eerste bestemd voor de uitbouw en de ontwikkeling van zijn net. Ook gezinnen met zonnepanelen doen een beroep op het net om continu van stroom te worden voorzien wanneer hun eigen installatie hun verbruik niet dekt. Ten tweede houden de kosten die de netbeheerders aanrekenen verband met de openbare dienstverplichtingen. Het is billig dat een deel van de kosten van alle openbare dienstverplichtingen door prosumenten wordt gedragen. De tarieven voor het gebruik van het net kunnen overigens voor alle klanten wijzigen, volgens een tariefmethodologie uitgewerkt en toegepast door de regulator die daarvoor bevoegd is. Zonnepanelen-eigenaars die net onafhankelijk willen worden, die kunnen dat. Het is geen verplichting om aan te sluiten op het net. De consequentie is natuurlijk wel dat ze dan geen gebruik kunnen maken van het net voor een backup. En de producent dient dan zelf voor een continue levering in te staan door bijvoorbeeld een batterijsysteem of door zijn verbruik ook ogenblikkelijk af te stemmen op de productie, waardoor als de zon niet schijnt, je wel extreem moet nadenken of dat je de was nog kunt doen op dat moment
of eten kunt koken in de keuken. Maar het is op zich mogelijk. En als je natuurlijk verder zou staan in de manier waarop je je energieproductie kunt doen, ook veel meer door in een baseload te voorzien op microniveau, dan ga je natuurlijk misschien meer wel de situatie hebben dat mensen zeggen, voor mij is het wel nuttig om gewoon een volledig eigen circuit te hebben en daarop zelf bedruipend te zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen, en vaak is op dit moment de realiteit, of is de realiteit dat je met zonnepanelen alleen een stuk van je piekverbruik kunt wegnemen, maar dat je om te zeggen, ik ben 365 dagen, 24/24, net onafhankelijk, is meestal nog een beetje voluntaristisch ingeschat. Ik denk dat dat vrij snel, de komende jaren, dat dat vrij snel via ondiepe geothermie, via andere zaken, dat je wel al vrij ver kan komen via verder doorgedreven isolatie. Zeker als je naar nieuwbouwwoningen gaat, dat iets is dat heel snel evolueert en waarvan dat ik denk dat we, als we denken op een termijn van een legislatuur, dat ik denk dat de wereld er daar over 3 jaar of de realiteit anders zal uitzien dan vandaag. Oké, collega Daan. Ja, dank u mevrouw de minister. Ik wil even reageren op de repliek van collega Griffois. Natuurlijk, iedereen zegt wat hij wil, hè, dus ik ga dat ook doen. Maar ik vind het bijzonder aanmatigend dat hij de indruk heeft dat ik mijn eigen probleem probeer op te lossen. Ik kan u aangeven dat het in geen enkel geval mijn probleem is. Dus ik zeg het gewoon omdat ik regelmatig melding krijg van burgers die het jammer vinden, hè, dat ze ondanks hun investeringen toch moeten betalen aan het net, terwijl ze toch voldoende opwekken. Ook de elementen die hij heeft aangebracht in het debat, moet ik zeggen, daar was ik op de hoogte van, want anders kon ik de vraag niet stellen natuurlijk. Ik weet ook wel dat je best de meteropname laat doen en leverancierswissel, dat je dat best samen laat vallen. Dat weet ik natuurlijk ook, dat was ook een element van mijn vraag. Maar het gaat er net om dat burgers dat doorgaans niet weten en wel gevat kunnen worden door dit soort vervelende dingen. En ik wil ook nog eens opmerken dat ik minder bekommerd en bezorgd ben om mensen die genieten van GSC's, want voor hen zijn de zonnepanelen in de meeste gevallen rendabel genoeg. Maar ik kijk naar de toekomst. Ik zou gewoon willen voorkomen dat mensen die willen investeren in zonnepanelen in de toekomst zonder GSC's, omdat het momenteel rendabel is, daarvan weerhouden worden of gehinderd worden door onduidelijkheden. 1 op vlak van netvergoeding, waar mijn collega dat naar verwees, maar ook 2 op vlak van het wisselen van leveranciers, dat ze daarbij benadeeld kunnen worden. En ik blijf het toch jammer vinden dat in deze digitale maatschappij er elke 2 jaar iemand moet fysiek langskomen om die meteropname met eigen ogen vast te stellen. Ik denk dat er toch andere oplossingen zijn. Ik weet dat er slimme meters, dat bestaat en dat men dat misschien gaat uitrollen. Maar het moet toch mogelijk zijn om andere manieren van meteropnames te laten gebeuren. Weet ik veel, met een digitale foto. Allee, weet ik veel. Ik denk dat als je... Ik begrijp dat het fysiek moeilijk is, of qua logistiek voor een distributienetbeheerder, om dat anders in te plannen dan ze momenteel doen en op maat van de burger. Ik begrijp dat dat moeilijk is, maar ik begrijp niet dat er geen andere manieren zijn om die meteropname te laten gebeuren. Ik zeg het, een foto maken van de meter en doorsturen, laat er dan nog controle op zijn. Allee, dat moet toch mogelijk zijn. Ik zou toch willen aandringen om ook daarover eens na te denken. Dus het antwoord zelf bevredigt mij niet helemaal. Dank u wel. Collega Sinterbin. Misschien eerst aansluitend op dat laatste. De collega heeft natuurlijk gelijk, hè, want fysieke meteropnames, ik denk dat niemand ooit de kostprijs heeft berekend van fysieke meteropnames. Meestal gebeurt dat dan nog tijdens de dag, wanneer dat de mensen zijn gaan werken, wordt er nog een keer een briefje ingevuld, wordt het briefje in de bus gestoken en dan komen ze nog een keer terug. Misschien met het risico dat ze opnieuw de meteropname niet kunnen doen. Allee, ik bedoel maar, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Misschien is inderdaad een digitale foto een oplossing. En ik denk, wanneer dat er te grote verschillen zullen zijn tussen fysieke meteropname en andere opnames, dat wel duidelijk zal worden dat er ergens een probleem is. En dan kan nog altijd fysiek worden opgetreden. Versta mij niet verkeerd met fysiek optreden. Ik bedoel de opname fysiek doen. 2, stel ik vast dat er dus een overleg bezig is om prosumenten te vergoeden, eventueel te vergoeden voor hun overproductie. Dat is al op zich een antwoord waar we mee naar de mensen kunnen stappen natuurlijk. Naar timing toe, ik weet niet als u daar
naar timing toe wat dat overleg betreft iets, of iets concreters kunt zijn. Drie, ik ben met u akkoord dat natuurlijk, het is allemaal een beetje nieuw zou ik zeggen, maar dat er dus een ruime bevoegdheid ligt wat de tarieven betreft bij de regulator en dat we ons als parlementslid ons altijd de vraag moeten stellen, ligt de verantwoordelijkheid wel bij ons of het beslissingsrecht bij ons? Net onafhankelijk, voor sommigen kan dat inderdaad een oplossing zijn of misschien hen tevredenstellen voor de klachten, als ik dat zo mag noemen, die ze hebben ten opzichte van de netvergoeding die ze moeten betalen. Maar u hebt waarschijnlijk wel gelijk dat het moeilijk wordt om eigenlijk volledig net onafhankelijk te worden. Misschien kan inderdaad de suggestie van de collega, en ik heb ook geen zonnepanelen, dus ik spreek ook die, maar kan de mogelijke oplossing liggen bij een batterij opslag in de toekomst. Ik weet dat er bij ons bijvoorbeeld, en ik denk dat dat ruim in de media is geweest, scholen van de toekomst, waar inderdaad al gewerkt wordt met een batterijopslag. Politiek gezien kan ik alleen maar, ik begrijp wel dat u daar niet verder op ingaat. We hebben die discussie trouwens gevoerd, maar natuurlijk voor eigenaars van zonnepanelen zijn de spelregels veranderd tijdens de wedstrijd en dat is nooit plezant natuurlijk in gelijk welk dossier, maar dat is natuurlijk de politieke verantwoordelijkheid van de vorige regeringen, maar ik denk dat dit niet genoeg kan herhaald worden. Tot daar, voorzitter, mijn bijkomende opmerkingen. Dank u wel, collega Giffra. Mijn excuses aan collega Danen, maar ik denk dat er een misverstandje is. Ik had gewoon gezegd dat de mail, dus de brief van die 6 pagina's, dat hij, en ik had het niet over u, dat hij waarschijnlijk zijn persoonlijke situatie heeft omschreven, wat hij meegemaakt heeft. En ik heb gezegd dat er waarschijnlijk evenveel situaties kunnen zijn die omgekeerd zijn. Dat was hetgeen ik zei. Dus het was niet op u persoonlijk bedoeld. Dat vooral de duidelijkheid. Wat dat wel belangrijk is in deze discussie, en dat was het punt dat ik wel aankaartte, in een samenaankoop zijn er veel samenaankopen die georganiseerd worden, waar men dus vrijwillig instapt en ook op een vrijwillig moment. Hè. En dus als je dan zegt, ik ga instappen op het ogenblik dat mijn meteropname gebeurt. Dat is een oplossing. Maar ik ben blij ook dat de minister zegt, we kunnen allokeren eventueel in de toekomst in functie van de bespreking die zijn. Dat is ook een oplossing. Mijn voorstel van te zeggen, doe het in oktober, november, ja, ik weet dat is niet handig. Ja, dat is juist. Maar uiteraard komen we terug naar de discussie van de slimme meter. Waar ik denk dat we toch wel moeten in de toekomst, zeker omdat PV-panelen, of het nu draait of keert, maar die waren in het verleden eurogedreven. En als we nu zeggen PV-panelen, die moeten energiegedreven worden, dan moet die ook koppelen, en ik denk dat dat niets te maken heeft met wat dat de overheid zal doen naar subsidiëren, maar gewoon in communicatie, integreren van zijn communicatie, moet koppelen aan bijvoorbeeld de slimme meter dan aan te vragen, waardoor hij dan niet meer die fysieke aanwezigheid moet hebben van de meteropname, want dan heb je een slimme meter. En twee, dat bijvoorbeeld ook al nu een elektrisch fysiek iets voorzien wordt om later aan te sluiten op een batterij. Want nu zijn batterijen nog te duur, maar binnen hier in 3 jaar kunnen die batterijen echt enorm dalen qua prijs. Ik weet dat Tesla daar onder andere mee bezig is enzovoort. Dus dat je eigenlijk probeert te promoten in het geheel van mensen, als je zoiets doet in je passieve woning en voorziet nog een aantal zonnepanelen, let erop, maak dat je elektrische schakel nu al voorzien voor een slimme meter te plaatsen en voor eventueel batterijopslag. Dat was eigenlijk mijn voornaamste boodschap dat ik wou meegeven, dus het was zeker niet persoonlijk aan u bedoeld. Dat was nog mijn tussenkomst. Collega's, minister, graag aan u het woord. Ik zou nog een heel kleine aanvulling willen geven van het cijfer dat ik hier nog heb. Dat is, je moet weten dat bij de overproductie het grootste gedeelte, volgens de VREG, is het een kleine minderheid dat eigenlijk een slachtoffer is van het wisselen van leverancier op een fout moment. Het overgrote deel is hun inschatting. Gaat eigenlijk gewoon over overgedimensioneerde installaties. En men zegt hier dat men gaat ervan uit dat er 10.000 tot 15.000, dus een grote marge, installaties zijn met een overproductie. Dus ik denk dat de eerste fase is die we moeten zeggen, is dat mensen zeggen, zet een installatie die nuttig is, die goed is en die je aan kunt. Allee,
in uw verbruik, maar zet geen installatie, bij wijze van spreken, zoveel groter is dan eigenlijk uw jaarlijks verbruik dat is. En dus in die zin wou ik het cijfer toch nog zeggen, omdat het eigenlijk op die manier toch een kader geeft dat het... Allee, de mensen die een beetje slachtoffer zijn van de situatie, is eigenlijk een hele kleine minderheid. En de grootste deel is gewoon een te grote installatie. Twee, een vraag in verband met MIG 6 is timings 2017. Er waren problemen met de aanbesteding en daardoor is er een vertraging. Maar dus 2017 is nu eigenlijk het recht doel. Okay. Collega Daanen, collega Daanen nog? Oké, dan denk ik dat we bij deze ook deze discussie mogen beëindigen en jullie allen excuseer, danken voor de vragen en minister om tot hier te komen.